Mijn naam is Ronald Kiljoe. Ik ben geboren als een man in Den Haag in Nederland. En ik ben geboren toen mijn moeder slordig werd met haar anticonceptie. Dit is nu al een topbegin, hè? Mijn moeder heet Milou Bakker, mijn vader heet Jack Kiljoe en mijn kat heet zo te zien Lumpy. Yo, mijn statistieken zijn vandaag goed. Ik ben 78% knap. Hoe knap zijn jullie, oké? Zoals jullie zien is mijn achternaam Kiljoe. Wat we namelijk vandaag gaan doen, wij mogen vandaag als Ronald Kiljoe alleen maar nee zeggen. Laten we meteen een jaartje ouder worden en ik heb een oorontsteking. Het is nu al verschrikkelijk. Zeg niet dat ik dood ga, hè? Niet nu al. Ja, dit stopt, jongens. Dit is echt fantastisch. En willen jullie trouwens vaker bitlife, druk op het duimpje omhoog, abonneer en laat een lieve reactie achter. En deze video wordt trouwens vandaag opgenomen met de Samsung Fold 3. Dat is ook wel deze telefoon. Deze telefoon is namelijk super handig om mee te multitasken. Je kunt hem namelijk openklappen, zodat je een grotere scherm hebt. Hey, ik gebruik hem nu al een paar weken en no joke, hij bevalt me echt enorm. Via Samsung Flow is het namelijk mij gelukt om de telefoon op te nemen. Willen jullie meer informatie over deze telefoon? Check het in de beschrijving. Dan gaat nu mijn avontuur verder als Ronald Kiljoe. Laten we maar weer een jaartje ouder worden. Hopelijk wordt mijn leven ietsje meer op orde. Break up? Je ouders zijn gescheiden? Nu al? Ja, waarschijnlijk was ik het probleem, hè? Nee, maar waar ben ik dan? Ben ik dan bij mijn vader of bij mijn moeder? Je vader heeft last van een jeukende kont. Top om te weten. Nou, mijn leven gaat nu eigenlijk al volledig verschrikkelijk, hoor. Zeg alsjeblieft dat jaar 4 beter wordt. Verdomme. Mijn moeder is zo te zien overleden. Yo, ik ben net in mijn leven. Maar ik moet als Ronald Kiljoe moet ik natuurlijk overal nee tegen zeggen. Dus wat ga ik doen? Ga ik naar een begrafenis of sla ik het over? Ja, we moeten het overslaan. Zo! Ik heb 300.000 gekregen! Blijkbaar als je overal nee tegen zegt, wordt je leven beter. Nou, ja, 5 wordt dan waarschijnlijk ook wel fantastisch, toch? Pestkop. Oh, nee. Je klasgenoot Lars vertelt blijkbaar aan iedereen aan de school dat je moeder een prostituee is. Bro! Mijn moeder is dood. Ja, we gaan hem slaan. Uppercut. Tegen zijn kaak aan. Oh god. Dit was weer niet de bedoeling. Oh nee. Hij is overleden aan zijn verwondingen. Oh my god. Mijn happiness is zo te zien 1%. Nou, ja 7. Oh, mijn vader gaat zo te zien trouwen. Oké, ik krijg een stiefbroer bij Ruud Haan. Ik haat Ruud. Helemaal Ruud Haan, walgelijk. Oh, wat is dit nou weer? Lumpy is nu ook dood? En ik heb depressie op mijn 10-jarige leeftijd. Bro. Hey, ik heb 300.000 euro. Daar kom ik wel verder mee. Ik ga geld vragen. Ik ga geld vragen aan mijn nieuwe stiefmoeder. Die zal me vast wel wat geven, toch? Ze gaf me niks. We zijn nu een jaar ouder en we hebben diarree. Bro, is mijn karma slecht of zo? We nemen wel een slokje water. We zijn weer een jaartje ouder en mijn vader is nu alweer gescheiden met Martha Haan. Wat gebeurt hier, bro? Ik ben zo van slag. Ik wil even kijken wie bij mij in de klas zit. Ik heb oprecht wel één vriend nodig. Martin Timmerman, jij wordt vanaf nu mijn beste vriend. Waarschijnlijk wil je wel vrienden met me zijn. Je bent nu vrienden met Martin Timmerman. Eerste kus? Ik moest overal nee tegen zeggen. Oh my god. Sorry Charlotte Beek, maar je krijgt geen kusje van me. Ik ren weg. Je vader maakt zich zorgen over je oogzichten. We moeten onze ogen weer laten controleren. Oké, hier ben ik goed in. Check dit. Nummer 2. Gaan we trouwens op zoek naar een baan? We hebben nog 300.000 euro. Ik wil eigenlijk een speciale carrière doen, dat ik een crimineel word. Laten we eerst maar gewoon eventjes een pizza maken zijn. Oh, je hebt last van jeukende hoofdhuid. Wat ga je doen? Neem weer een slokje water. Waarom heb ik allemaal negatieve dingen? Het enige positieve is die 300.000 euro. We hebben zo te zien een rijexamen. Laten we de test doen. Ik ga een auto fixen. Heel ahead. Hey, we hebben het gewoon gehaald, jongens. We zijn geslaagd van onze middelbare school. Ik neem wat tijd vrij. Kunnen we even inbreken? Want ik wil namelijk een crimineel zijn. Laten we een huis overvallen van een boomer. Nee, ik ben gepakt. Zeg niet dat de politie komt. We zijn alweer 24 jaar geworden. Terwijl je schaken aan het spelen bent met een oude man. Doe ik all the time. Komt er in één keer een hond naar je toe. Wat ga je doen? Nou, het is niet mijn hond. Dus ik denk dat het meest kwaadaardigste is ook wel om hem gewoon te houden. We mogen hem een naam geven. Wilbo. Oh, en Wilbo is dood. Oh nee. Mag ik rustig Wilbo in de reacties? We gaan trouwens even naar een casino toe. Laten we eventjes naar een casino toe. Wat dacht je even van 100.000 euro gaan we gebruiken voor blackjack? We hebben al 20. Yo, ik ga niks meer plaatsen. Yo, kom maar. Makkelijk 100.000. Je hebt verloren.
Ja, dit is kut. Laten we trouwens eventjes naar een speciale carrière doen. Want wij gaan namelijk naar een georganiseerde crime. Want wij willen namelijk een... Zullen we de maffia joinen? Oh god. Ik denk dat ik echt word vermoord. Zullen we het gewoon proberen? Oh nee, hier ga ik niks van snappen. Oh nee. Nou, laten we 30 worden. Oh god. Oh my god, maar het probleem is, ik moet alles afwijzen. En zo te zien wil iemand van de maffia met mij praten. Ook wel Giuseppina Gallo wil met me praten. Ik ben te druk voor dat. En we hebben depressie. Wat? Het probleem is nu, ik moet nu dingen doen voor de maffia. Oh nee. Ik denk dat ze me gaan vermoorden. Ik ga eventjes naar een ander landje toe. We gaan emigreren naar Kenia. We zijn geëmigreerd naar Kenia. Misschien dat ik over 10 jaar terugkom. Een vrouw genaamd Dusha zuigt haar vingers als ze naar je kijkt. Ze wilt zo te zien de liefde met mijn bedrijf. Wat gaan wij doen? Absoluut nee. Want ik moet alles afwijzen. Kan ik geen muzikant worden? Yo! Yo, dit voel ik. Laten wij een artiest worden. Wij zijn natuurlijk een zanger en onze recordlabel is natuurlijk... Bronze Entertainment. Dat klinkt echt het slechtst. Oh, ze bellen me zo te zien niet terug. Misschien moet ik een paar keer even wat zanglessen nemen. Het kost me echt superveel, maar ik denk dat we hier superveel aan kunnen verdienen. Je bent gediagnosed met anxiety. Het wordt wel een beetje real nu, hè? Laten we nog één keer proberen onze stem eventjes wat beter te maken. Muzikant en we gaan een solo-artiest worden. En weer niet aangenomen, please. Ik ben hier de hele tijd aan het oefenen. We zijn nu 40 jaar geworden en ik probeer nog steeds mijn stem echt heel mooi te maken. Maar op een of andere manier neemt niemand mij aan. Niemand neemt mij aan, terwijl mijn zangkunsten echt omhoog gaan. Ik ben wanhopig. Neem me aan. Fuck! Een meisje die je hebt ontmoet bij de gym vraagt je op een date. Ze lijkt op een clown. We moeten haar afwijzen en ze heeft wel veel geld. We moeten afwijzen. Ik moest overal nee tegen zeggen, dus reject her. Als ik nu niet word aangenomen, ik ga anders heel boos zijn. Anders ga ik gewoon weer de criminele wereld in, hoor. Solo artiest. Shit! Aww. Terwijl je zit bij het treinstation, noemt een gemene meid jou een maniak. Wat doe je? We gaan haar aanvallen. We gaan haar aanvallen en wij twisten haar oor. Oh, je twist haar oor en toen trok je haar piercings uit haar navel. Yo, daar heb ik niet voor gekozen. Dat is niet wat ik wilde doen. Laten we maar weer gaan zingen dan maar. Misschien word ik toch weer eindelijk aangenomen. Eindelijk aangenomen voor een band. Dat moet straks toch wel een keertje gebeuren. Anders ga ik de organiseerde crime in, hè. Ik ben weer niet aangenomen. Ik ben boos. Ik ben boos. Speciale carrière, oké. Laten we maar weer de maffia joinen dan maar, hè. En nu ben ik niet aangenomen. Maar net was ik wel aangenomen. Waarom nu niet? Cringe. Ow. Oh god. Is dit karma? Je bent in elkaar geslagen door de Montessori family. Ze stoken je buik. Ze doorboren je haar. Ze verbrijzelen je kin. Oh my god. Nee, ik wil gewoon een artiest worden. Is dit karma? Ik ga dood, hè. Zeg niet dat ik dood ga. Ik heb het overleefd? Hoe heb ik dit overleefd? Laat ik een jaartje ouder worden, maar. Jaar 50. We hebben depressie. Misschien moet ik toch maar even een liefde vinden die heel veel geld heeft. Zullen we dat maar gewoon doen? Ik heb geld nodig. Laten wij een date zoeken die net zo rijk is als ik. 1 miljoen dollar en ze moet in de 80 zijn. Er is vast wel iemand die een relatie met me wil, toch? Isabella Wu? Ze heeft zo te zien heel veel geld. Oké, laten we op een date gaan. En als we dan eventjes een ring gaan kopen, oké? Laten we even een ring kopen. Want dan kunnen we meteen met haar trouwen en dan kunnen we eventueel haar geld stelen. Laten we haar ten huwelijk vragen in een achtbaan. Dat is leuk. Ze zegt nee. Oh, wee als zij een duurde ring wilt, hè? Oké, ik koop wel een ring van 63.000. Neem me aan! Laten we haar ten huwelijk vragen in een bespookte huis. Oké. Waarom? Oh, ze zei ja! Hey! Ik wou net zeggen, waarom heeft ze me afgewezen? Maar ze heeft nu eindelijk ja gezegd. Dankjewel. Dan gaan we dan nu onze trouwerij plannen. Zij had 3 miljoen dollar. Weet je wat kloot is? Als zij doodgaat, waarschijnlijk gaat al het geld naar Kauri. Laten we weer een huurmoordenaar inhuren en laten we onze stiefzoon vermoorden. Mijn hitman heeft zo te zien de stiefzoon aangevallen met een dildo. Why? En hij is dood. Hij is zo te zien doodgaan op 69-jarige leeftijd. Dat is wel funny. Nu dat die dood is, gaan we nu iets anders doen. Je hebt een hitman gevonden onder de naam Thanos. Ze is dood. Lang leven Thanos, iedereen. Nee. Ik heb trouwens per ongeluk nu een vriendin erbij gekregen genaamd Eva. Ik drukte op het verkeerde knoppie. Ze heeft me aangevallen met een stun gun.
Why? We zijn nu verder. En zo te zien wordt mijn vriendin uitgescholden door een zwerver voor slang. Wat gaan we doen? Gaan we vergeven? Gaan we terugschelden of gaan we weer aanvallen? Ik denk toch maar weer aanvallen. Wij trappen zijn kaak. Hij is dood gegaan. Ik vind dat wij wel even een vakantie verdienen. Laten wij eventjes een vakantie boeken. Laten wij gaan naar Disneyland, California. Even weg voordat de politie komt. Laten we Eva Jong ten huwelijk vragen. Bij een begraafplaats. Oh, weet je als ze ja zegt, hè? Ja, ik had wel verwacht dat ze nee zou zeggen. Ze heeft nu ja gezegd in een dierentuin. Hoeveel geld heb je, dame? Hoeveel geld? Laten we onze trouwerij maar even starten. Wacht, ze, mijn netwaarde is wel 3,4 miljoen. Heb ik een huis gekregen? Ik wil even kijken. Hebben wij een huis? Yo, laat ik deze eventjes gaan verkopen. En nu hebben we gewoon 3,5 miljoen. Maar het probleem is nu, mijn vrouw is boos. Mijn vrouw is boos omdat we het huis hebben verkocht. Wat gaan we doen? Nou, laten we gewoon terug discussiëren. Het is mijn huis. Terwijl je je kont aan het afvegen bent, zie je dat je wat bloed op het papier hebt. Wat gaan we doen? Laten we maar weer gaan bidden. Wij zullen niet sterven. Halleluja.